Hoi, mijn naam is Erica van Stralen. Welkom bij jouw dagelijkse dosis Pilates. Je mag op je rug komen liggen. Met je voeten op de mat, armen langs je lichaam. En we starten met een brug. Begin met inademen. En uitademend kantel je je bekken, zodat je onderrug de mat inzinkt. En dan begin je heel rustig jezelf los te pellen van je matje. Je bekken, je onderrug, je ribbenkast. Totdat je ongeveer op je schouders steunt. Adem in en uitademend rol je weer af. Laat je borstbenen zacht tussen je schouderbladen inzinken. En rol zo weer wervel voor wervel terug. Dan is je onderrug in de mat, kantel je je bekken, zodat je zitbeenknobbels wat meer richting je hielen wijzen, je staart richting de vloer. Dan ben je dus hol en dan begin je weer opnieuw inademen. En uitademen, kantelen en oprollen. Zo blijven we de rug als het ware masseren. Losmaken, terwijl we op en af rollen. Voel eens je beide voeten, het gewicht mooi verdeeld over zowel de ene als de andere voet, maar ook in de voet zelf. De bal van de voet bij de grote teen en de bal van de voet bij de kleine teen. En je hiel vormen een soort van langwerpige driehoek in de vloer. En rustig blijf je ademen in het ritme van je bewegingen. En gebruik die voeten. En daardoor voel je ook dat je benen activeert. Je knieën die hebben de neiging om naar buiten te vallen. Als je mooi gewicht houdt, ook in die grote teenbal van de voet. Dus de bal van de voet achter de grote teen, zeg maar. Dan merk je ook dat je de binnenbenen activeert. En daardoor krijg je niet van die zwabberknieën. Denk eens aan de voorkant van je lichaam. Dat je de voorkant zacht maakt en de voorkant gebruikt om af te rollen. En nog eentje. Mooi geleidelijk. En als je dan onderin bent, blijf je daar. Mag je je voeten sluiten, je benen sluiten. Dus je knieën en je voeten zijn tegen elkaar en open de armen wijd. En leg ze comfortabel neer. En voel eventjes of je ze misschien wat lager of hoger neer wilt leggen. Om je schouders wat meer ontspanning te geven. En dan doen we de TikTok. Breng je gedachten naar het bekken en één kant van het bekken, één bil, begin je op te tillen. De onderkant van beide voeten die komt omhoog en daardoor gaan beide benen opzij. En voel echt dat je tegenhoudt met de zijkant van je lichaam en je schouders zoveel mogelijk, je tegenovergestelde schouders zoveel mogelijk in de vloer probeer te houden. Niet forceren, maar gewoon niet zo ver gaan met de benen. Als je los begint te rollen, ja, dan ga je gewoon minder ver. En rol dan weer terug met gebruik van je schuine buik. Rol over je bekken. En de andere kant op. Adem uit. Hou eventjes vast. En Denk dan, begin bij de ribben die los zijn, begin daar te rollen, onderrug, bekken, benen. Dat kan je als gedachte houden om heel makkelijk, efficiënt te bewegen. Dus je gedachte is, ribben, ik wijs er even naar, die kant, ribben, onderrug, bekken, benen, die volgorde. En zo blijf je rustig roteren van de ene naar de andere kant. Ook een manier om heel easy terug te rollen is, denk een hele kleine aanzet van een bekkenkanteling. Dan rol je ook echt over je bekken. Gewoon simpele manieren van je aandacht focussen. En de bewegingen makkelijk, gecontroleerd, vloeiend uitvoeren. Eventueel kun je als je knieën één kant op liggen, de andere kant op draaien met je hoofd. En wat ik zelf dan doe is, ik til mijn hoofd een heel klein beetje op en dan leg ik hem wat meer op mijn oor neer. En daardoor draai je eigenlijk wat verder door. Uiteraard kun je ook gewoon je hoofd alleen maar draaien, maar dan merk je dat je op een gegeven moment niet verder kan. En als je hem optilt, draai je net wat verder. En kom dan weer terug in het midden en rol helemaal op je zij. En duw jezelf omhoog, gebruik je hand. En dan mag je in een krakelingenpositie komen zitten. Dus één been ligt voorlangs gebogen, andere been naar achter toe gebogen. En als dat niet prettig is, kun je altijd één been strekken. Op deze manier. We doen een mermaid. Zeemeermin. Oké. Je lift een arm en je buigt zijwaarts in. Dus de wervelkolom die buigt. Een wissel van kant. Adem uit. En focus niet te veel op de arm, maar meer op de ruggengraat. En voel hoe je dan die buiging kunt maken. En tegelijkertijd de arm wat meer weg kunt reiken om de strekking te voelen. Je kunt eventueel meekijken in de richting waar je buigt, dus dan draai je ook je hoofd en nek. En dan wisselen we de benen van kant. Het kan nog wel eens verschillen hoe prettig of minder prettig dat zit. Dus als je wil meekijken, check ook even waar je je hand zet en hoe je je elleboog buigt, welke richting fijn is. Kijk, dit is minder briljant. Die schouder, als je dan die elleboog wat naar binnen draait, dan zakt de schouder mooi mee omlaag. Je drukt de heup ook een beetje terug, maar je kunt hem ook juist mee laten komen. Dus speel en voel en ontdek wat werkt voor jouw lijf. En nog een laatste. ongeveer beide zijdes evenveel gedaan. En dan mag je op je buik komen liggen, andere kant op. En dan doen we een mini zwaantje. En kijk maar waar je je armen wil zetten. Wat smaller, wat breder, wat verder naar voren of wat verder naar achteren. En hoe je benen wil leggen, gesloten, ietsje open of wat wijder. Ik kies voor wat wijder en mijn armen ook wat breder. Dat geeft me wat meer ruimte in mijn lichaam. En experimenteer voor jezelf, hè, wat jij prettig vindt vandaag, want het scheelt ook per dag. Oké. Onderarm in de vloer, mini zwaantje, onderarmen blijven in de vloer, lift je borst, schaambeen in de mat, buikrand wat naar binnen getrokken, dat je wat steun hebt voor je onderrug. En beweeg je borstbeen dan ietsje meer naar voren, zonder dat je dat in je onderrug voelt. En dan rustig weer terug, maak lengte door je hele wervelkolom heen. En dat kun je ondersteunen met een inademing als je wil. Liften. Dus goed je schaambeen, je bekken een beetje kantelen, je schaambeen wat naar beneden kantelen. En je buikkant wat intrekken. Als ik bovenin ben en mijn borstbeen wat naar voren wil doen, dan trek ik mijn armen, handen een beetje naar achteren, zonder dat ze van plaats veranderen. Dus ik geef wat trekkracht om mijn borstbeen wat meer naar voren te bewegen. Oh, dat is lekker. En weer terug. Nou, misschien die inademing omhoog. En de uitademing naar beneden. Maar experimenteer ook met de ademhaling. Wat werkt voor jou? Laten we er nog één doen. Voel ook echt het werk in die bovenrug. Niet je kin op gaan tillen, maar de nek lang, mooi in een lijn. Weet, oké, waar ben ik dan in de ruimte? Misschien een klein beetje knikken. Ga met je het hoofd verschuiven. Voel wat het doet voor je schouders. En dan weer terug. Zet je handen onder je schouders. Duw jezelf even naar achteren. Stretch. En dan mag je nog een overgang maken naar je rug. Voeten weer op de mat, armen langs je lichaam en doen we shoulder slaps, de armen gaan omhoog, handpalmen draaien naar elkaar toe en we doen ze om en om. Dus je reikt met één arm en dan komt één schouderblad een beetje los en draai je hoofd dan weg, ook je nek voelt stretchen. En dan alles weer terug, hoofd weer in het midden, de schouderblad weer terug, andere kant. Rijken. En draai je hoofd weg van die lange arm, van die hoge arm. En terug. Om en om. En ook hier, voel wat je adem wil doen. Laat het stromen. Te creëren in die bovenrug en in de nek. Laatste keer. Allebei de kanten. En terug naar het midden. En ontspannen. Leuk dat je er was En graag tot de volgende keer.